vulkanisch gevaarte caldera. Holy moly macaroni, oké. Oh, Nintendo fans. Welkom in de aardappeltempel. Ik bedoel, de tempel der aarde, deel 2. We zijn bezig om Zelda te zoeken. En tot nu toe gaat het redelijk voorspoedig in deze aardetempel, moet ik zeggen. Wat we nu moeten gaan doen eigenlijk, is even een bommetje op zijn hoofd gaan gooien, denk ik. Daar, op het hoofd van deze guy. Daar, ja, daar, denk ik. Gooi hem maar. Ja, lekker. Oké, top. Die is ook weg. En dan kunnen we op deze bol gaan staan. Spring er maar op, Linky. Ja, en dan kunnen we hier onderdoor zo, rustig. Ja, deze kant op. Lekker, lekker, lekker. En dan kunnen we hier even kissie pakken. En dan gaan we kijken wat daarin zit, jongens. En als je dit nou een vette serie vindt, doe een duimpje omhoog, je weet het. En vergeet niet te abonneren. En ik heb een blauwe veer. En die zijn extreem zeldzaam. Nou, top. We moeten ervoor zorgen dat YouTube gaat zeggen dat deze video's leuk zijn. Want ik weet dat jullie ze leuk vinden. Maar ze worden gewoon slecht bekeken. Omdat YouTube denkt, niemand vindt dit leuk. Maar ja, jullie vinden dit wel leuk. YouTube snapt er niks van. Dus blijf die duimpjes omhoog knallen. Dat zou me heel erg helpen. En ja, dan ga ik eens even kijken wat ik naartoe moet. Wat nou als we hier doorheen gaan? En als we dit een beuk geven? Nee, dat hoeft niet. Oké. Okay. Hier ben ik al geweest. Daar zijn nog wat enemies die ik even kan slopen. Kijk, ik heb gewoon een bom voor jou, jongen. Hier, vangen. Hartstikke idee. En hier zijn nog wat vijandjes. Ik zie hier sowieso een vleermuis. Hallo, vleermuis. Vleermuis. Daar ben je. Hartstikke idee. Lekker. Dan heb ik voor jou nog een bommetje. Ben benieuwd of ik hem echt bovenop zijn bakkes kan gooien. Ja, hij komt ver genoeg in ieder geval. Ah, of niet. Gooien. Oké, laten we kijken of we toch gewoon daar naartoe kunnen gaan. Nou, ziet er niet echt naar uit alsof ik hier langs kan. Kan ik hier een bom tegenaan gooien zodat het ding ontploft? Nee. Oké. Misschien kan mijn scarabee hier iets vinden dan. Nee, dit ziet er ook niet echt uit alsof hier iets bijzonders is. Zou mijn scarabee deze vijanden kunnen slopen? Oh, nee, niet. Ah, jammer. Is dat iets? Is dat een scheur? In de muur? Oh, wat? Kijk, die scheur is nu groter. Wat? Oké. Nog een bom erop. Wauw. Oké. Deze was serieus heel moeilijk te zien. Ik gooi even wat op zijn hoofd. Dat is een idee. Oké. En door. Pak dat hartje. Pak het hartje. Pak het hartje. Of je pakt het hartje niet. Misschien zitten hier nog wel hartjes in. Oh nee. En ik wil niet slaan nu. Jongen, ik wil niet slaan, want dan sla ik tegen die fucking freaky bommie. Dat wil ik helemaal niet. Oh man. En nu zijn we alleen maar hartjes kwijt. Oh, gelukkig. Oké, 1, 2, 3 hartjes. Ja, spring er maar af. Ja, lekker dan. Hier. Hartstikke ideetje. Ik ga mijn scarabee weer op onderzoek uitsturen. Oké, die kan daar in deze bek gaan, denk ik. Of we kunnen gewoon hier linksom. Ik zou wel even een extra Duracell batterij in zijn kont willen stoppen. Want gaat die misschien wat sneller, joh. Want deze scarabee, die gaat niet in, die is niet echt in een heel hoog tempo op zich. Oh, kijk, muntjes. Ja, roepies. Oké. Ja, altijd chill, roepies. Maar ik wil gewoon door. Oh, wacht even. Kijk, daar kunnen we weer een touw doorsnijden. Moeten we gewoon tegen deze poort aanvliegen. Zo, ja. Hij is voor de helft omhoog. Aan de andere kant zit ook nog een touw, zo te zien. Moeten we even hier doorheen, denk ik? Gaat hij wel een lange weg afleggen. Beetje hoog vliegen, denk ik. Anders worden we gepakt. Ja. Kijk. Oh, hopelijk halen we het. Ja, we halen het net. Toppie. Oké, nu is deze poort open. Maar ja, dat betekent nog niet dat wij verder kunnen of zo op onze bol. Kijk, ik zie het alweer. Er zit daar weer zo'n scheur in de muur. Boom. Nog een bom. Boom. Alright. Even oppassen voor die vleermuizen. Pak ze. Lekker. Nog één. Ah, pook hem. Ah. En door. Oh nee. 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 Ik legde de bom neer in plaats van dat ik hem gooide. Oh, de controls wel soms, jongen. Soms faal ik echt hopeloos in deze game. Oh, zonde, want er waren wel twee hartjes daar. Oké, ik ga gewoon door tot ik hier op dit platform sta. Dat is even wat makkelijker om die vijand te verslaan, denk ik. Ik heb mijn bom, pijltje naar voren en dan gooien. Ja, rustig aan. Snel. Pak het hartje. Ah, ja, lekker. Krijg ik nu een hartje? Ja, top. Oké, en door. Ik heb mijn bom alvast vast. Dan hoop ik. Waarom laat
is een bom nou opeens vallen? Oh, daar kan die daar ook nog in? Nee, hier kan die niet in, zo te zien. We kunnen hier wel langs, trouwens. Oh, moet dat? Moet dat echt? Oké, maar eerst even deze gasten. Rustig aan, rustig aan, rustig aan. Ja, die is weg. Die is ook weg. Althans, nog niet helemaal, maar... Achterste is weg. En deze ook weg. Yes! Oh, jemig. Maar dit moeten we echt goed timen en sturen gewoon. Ja, het vuur gaat weg. Oké, we kunnen door. Top. Oké. Oh, dit is... Ja, dit ziet er goed uit. Dit ziet er goed uit. Goed camera standpuntje zo. Ja. Ja, dit is een aardige linker lavastroom. En hierboven zijn ook nog vleermuisjes. Dat weet ik nog. Dat had ik gezien namelijk. Oké, die zijn weg. Ik weet niet wat nu gaat komen. Dat heb ik niet gezien. Oh, nee. Oh, nee. Niet zo'n... Nee. Ik wil eerst op land. Oké, kan ik hier om... Ja, ik kan hierop. Kan hierop. Wat zit hierin? Geef me hartjes! Nee, een roepie. Heb ik niks aan. Oh, maar dit wordt een ding. Dit wordt een groot ding. Wacht, misschien kan ik hem ook wel verslaan met een bom trouwens. Dat zou echt heel relaxed zijn. Nee. Nee, ik ga jou niet kunnen verslaan met een bom, hè. En dan ga ik eerst proberen om jou te verslaan met een bom. Gooien. En ja, lekker. Die is weg. Oké, cool, cool, cool. Nu kan ik rustig aan proberen jou te gaan verslaan. Geduld houden. Rustig aan. Rustig aan. Lekker. Oké, die hebben we ontweken. Moet er niet... Ik kan denk beter aan de kant van de muur gaan staan. Want anders spring ik straks weer de lava in. Kijk, hij gaat nu weer zijn Charizard doen. Hartstikke idee. Lekker. Oké. Gaan we nog een keer Charizard doen, jongen. Doe maar die Charizard. Doe maar. Doe maar Charizard. Oh, oh nee. Niet, nee, nee. Niet, niet, niet je... Oh, niet die aanval. Alsjeblieft. De camera doet een beetje raar. Nee! Daarom wou ik dus niet aan die kant, omdat ik dan in de freaking lava spring. Oké, ik moet nog twee keer, ik moet hem nog twee keer raken. En hij mag mij niet meer raken. Hij doet nu zijn Charizard. Pok hem. Ah, nee, ik was net te laat. Hij gaat mij nu slopen. Nee, hij gaat weer Charizard doen. Pok hem. Lekker. Oké, nog één keer. Ja, goed. Dus nu kunnen we wegspringen. Nee! Woe! Ik werd daar bijna kapot gemaakt. Ja, hij gaat Charizard doen. Hij gaat... Ja, hij is nu die van mij, jongen. Yes! Lekker! Met een half hartje. Super spannend. En gelukkig zitten hier meer hartjes in. Die had ik hard nodig. Oké, waar gaan we naartoe? Oh, hey, ik ben nu gewoon weer terug. Moet ik dit indrukken zo? Oh! Kijk! Ja! Oké. En dan moet ik hem waarschijnlijk ook aan de andere kant indrukken nu. Dat had ik misschien al kunnen doen, maar dat heb ik niet gedaan. Het is me nu pas duidelijk wat ik hiermee moet doen. Oké. Oké. Yeah, nice. Zouden we Zelda tegen gaan komen nu? Zelda! Ben je hier ergens? Oké, ik zie wel dat ik keihard naar boven moet rennen. En waarschijnlijk komt er van alles naar beneden gevallen ook. Ja, dit dacht ik al. Ik moet hier een pauze houden. Even op adem komen. Oh, wacht, wacht, wacht. Serieus. En rennen. Go, 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 go. Lekker. Kleine jump hier. En zo te zien kan ik hier naartoe. Kijk, dan kunnen we even nieuwe bommetjes verzamelen. Misschien nog wat hartjes. Oh jee. Ik denk dat we bij de baas gaan uitkomen nu. Oh jee. Oh, we kunnen hier naar boven. Oké. Prima. Denk ik. Dit moest ook, denk ik wel. Kijk, we kunnen dan daar een bom naartoe gooien. Zo, denk ik, ongeveer. Dan gaat die bom rollen en dan... Oké, dit was... Nee, dit was niet goed. We moeten een bom echt vet omhoog gooien. De bom moet echt helemaal daar naartoe, denk ik. Zo, ongeveer. Hopen dat dit goed is. Kom maar, kom maar, kom maar. Ja, lekker. Ik zie alleen helemaal niks daar. Wat is daar dan? Oh, dat is mijn pauzeplek. Daar kan ik even pauze houden natuurlijk. Want ik moet hier weer naar boven rennen. Maar dan heb ik natuurlijk wel even een plekje nodig om uit te rusten. En dan kunnen we nu weer doorrennen. Go, 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 Link. Go, go, go. Yes. Yo, wat is dat voor gigantische drakenkop dan? Holy moly. Oké, daar moeten we zijn, daaronder. Maar het wordt geblokkeerd door het vuur. Oké, ik moet hier keihard naar boven sprinten. Wow, dit is wel vet gemaakt hoor. Dit is heel tof gedaan. Kijk. Oeh, kissie. Kissie. En hier zit waarschijnlijk de sleutel in die we moeten hebben. Ja, dit is de sleutel die we moeten hebben. Het drakenbeeld. Nu nog kijken hoe we erin komen. Nou, hier is ook een draak, maar...
Okay, hoe gaan we dit doen? Of misschien moeten we wel gewoon naar beneden rennen. Ja, kijk, deze draak is nu boos. Ik dacht het al, joh, hè? Ah, kijk, deze steen. Ren. Waarom was de camera opeens gedraaid? Dat ging echt zo bijna fout. Oké, hier naartoe. En dan... Beam! Precies in zijn bek. En dan kunnen we erdoor. Oh, nice. Dit is wel heel tof gedaan. Ja, I like it. I like it. Dit vind ik heel vet. Moeten wij hier de sleutel in gaan doen? Ja, we hebben hem. We hebben hem. We hebben hem. Nice. Hoppakee. Oh, man. En nu komt de baas. Nu komt de baas, jongens. Ah! Oh, we mogen hier naar binnen. Oh, Linky kijkt om zich heen. Die denkt, ja, dit is best wel een spannend halletje. De deur gaat dicht achter me. Dit is wel een vette tempel, hoor. Hey. Dit is echt cool gedaan, man. Echt heel vet. Al die drakenkoppen en zo. Heel cool, man. I like it. Fee die zegt, meester, ik neem sporen van Zelda's aura waar in dit gebied. De energiesporen op de ketting zijn bijzonder sterk. Ik acht het 95% zeker dat Zelda hier vast zat. Zelda is ontsnapt en die heeft dit pad genomen. Dus we moeten achter Zelda aanrennen. Let's go! Oh, ik vertrouw die drakenkop daarboven niet, hè. Die gaat sowieso dingen uitspugen. Ja, dat dacht ik al. Oh, wow, 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 wow. Jirahim! Hij is er weer. Hij weet niet eens meer hoe ik heet. Hij is hier naartoe gekomen omdat hij hoorde dat zijn dienaren de priesteres te pakken hadden. En dat vond hij goed nieuws. Hij heeft lopen huppelen, maar de godin. Oeh, de godin heeft het weer voor elkaar, zegt Jirahim. Dat sloofje van de godin is er met de priesteres vandoor. En hij moet Zelda hebben om zijn meester te laten ontwaken. Maar hij is blij dat ik er ben. Voor leedvermaak. Er is iemand aan wie ik je wil voorstellen. Iemand die hier net als ik enorm van geniet om pijn aan te richten. Oh, het is zijn vurige vriend die mij een knuffel wil geven. Niet die draak. We moeten toch niet tegen een draak. Oké, okay, wat is... Oh, wegrennen. Wegrennen. Wat gebeurt er allemaal? Komt die uit, die steen? Is het een steen? Is het een steenspin met 100.000 benen? Vulkanisch gevaarte caldera. Holy moly macaroni. Oké, okay, wat gaan we doen? Ik ga keihard wegrennen, denk ik, naar boven. Ik ben alleen wel moe bijna. Oké, okay, ik moet even chillen. Ik denk dat ik een bom moet gooien. Een bom moet rollen. Rol die bom. Ja, nice. Oké, okay, cool. Cool. Oké, okay, dat zag er goed uit. Moet ik meer bommen rollen? Oh, hij gaat... Oké, okay, ja, ik denk dat ik meer bommen moet rollen. Oh, wacht even. Nee. Misschien toch niet. Ja, ik kan nu weer een bom rollen. Oh, of hij loopt gewoon tegen een bom aan. Dat kan ook natuurlijk. Super chill. Maar wat moet ik nu doen? Nu moet ik weer een bom rollen, denk ik. Oh, maar... Ja. Auw. Ik moet denk ik wel een bom naar hem rollen. Of gooien. Op hem gooien. Gooi. Nee. Oh my gosh. Ik heb die knoppen helemaal niet goed. Oké, maar dit moet goed komen. Ik heb een bom in mijn handen. Die kan ik nu gooien. In zijn bakkes. Lekker. Oh, ik moet hem helemaal naar beneden brengen, denk ik. Ik denk dat dat is wat ik moet doen. Nog een keer. Nog een keer. Ja, eet op. Lekker. Oh, lekker hè. Oh, en nu kan ik hem denk ik slaan in zijn oog. Oh, of niet. Ja, nu. Nu poke hem in zijn oog. Lekker. Oh, rennen. Nu is hij boos. Ik moet rennen. Ik kan nu weer een bom rollen of gooien. Ja, top. Rolt hij weer naar beneden. Ah, nice. Dit is wel cool gedaan, man, deze baas. Hier, nog één. Hier, slok hem op. Eet hem op. Lekker. Pook hem in zijn oog. Yes. Lekker. En wegrennen. Hij komt inmiddels weer helemaal naar boven. Dus dat betekent dat ik hem straks ook weer naar beneden moet brengen. Oh, of nou ja, hij gaat een stukje naar beneden in ieder geval. Ja, hij wordt hier natuurlijk afgestopt hè, door deze bommen die hier liggen. Oké, okay, cool. En ik heb weer 10 bommen. Cool. Oké, okay, let's go. Hij staat daar te chillen. Nu komt hij weer naar boven rennen. Loopt hij tegen die bommen aan? Zo. Ja, top. Ren ik achter hem aan. En dan heb ik hier een bom bij me. Oh, en die had ik eigenlijk gewoon op zijn hoofd moeten gooien. Maar dat ging een beetje mis. Pook hem in zijn oog. Of laat een bom oploffen in zijn oog. Dat kan ook. Nee, dat kan dus niet. Oké. Okay. Gooi hem in zijn mond. Of op zijn hoofd. Ook goed. Oké, okay, pak een bom. Gooi hem in zijn mond. Cool. Nice. Eet hem op. En pook hem maar. Kijken, waar gaat zijn oog naartoe? Daar gaat zijn oog naartoe. Ah, ik mis zijn oog. Kom hier met je oog. Potverdorie. Dat is jammer. Hier, eet op. Eet op.
Eet op! En als het goed is, gaat nu... Ja, kijk, nu is bijna alles van zijn hoofd verdwenen. Alle rotsblokken delen. Ze kunnen hem flink poken. Misschien had ik hem beter gewoon echt kunnen slaan in plaats van poken. Oké, ik ben nu achter je, vriend. Oké, cool. Hij gaat helemaal naar beneden nu. Hier, bommetje. Eet op! Eet die bom! Lekker! Heerlijk bommetje! Pak zijn oog! Hats! 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 Klap zijn oog! Hup! Kom op! Oh, ik moet rennen. Hij rent nu helemaal naar boven. Komt hij weer naar beneden. Moet ik nu weer een bom op zijn hoofd gooien? Ik denk het wel, hè? Nou, kijk, want ik moet hem weer uitschakelen, hè? Bam! Pak dat oog, jongen. Oh, hij wordt mega boos. Bommetje alvast klaarpakken. In zijn bakken gooien. Oh. In zijn bakken gooien. Oh, nee. Dan heb ik hier een heerlijk bommetje voor jou om te eten, vriend. Hoppa. Dat oog gaat wel echt supersnel nu. Ja, we hebben hem. Jira Hibs. Ja, huisdiertje kunnen we het wel noemen. Ah, dit vond ik wel een hele leuke dungeon en een hele leuke baas. Ik vond deze leuker dan de vorige dungeon. Deze was echt cool. Yeah, nice. En dan denk ik dat daarboven wel een deur open zal gaan nu of zo. Ja, zeker. We kunnen nu door deze deur. En dan zijn we op een hele speciale plek. Zelda! Zelda is daar! Nee. Niet weggaan, Zelda! Niet weggaan! Ik wil met je mee. Link. Maar jongens, deze video duurt alweer lang genoeg. Dus in de volgende aflevering gaan we kijken wat Zelda en Link samen hier gaan bespreken en doen. Doe een duimpje omhoog als je dat wil zien. En vergeet zeker dan ook niet te abonneren. En dan zie ik jullie gewoon bij de volgende video. Mazzel.